Het ministerie van Defensie zal binnenkort gesprekken voeren met de Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname, FITS, om de veiligheid op te voeren en te garanderen. Het verzoek aan de regering kwam van de FITS omdat het veiligheidsgevoel van de inheemsen na het geval in Peking Saron is afgenomen. Volgens minister Krishna Mathura zal na het gesprek met de FITS duidelijk zijn welke bijdrage het Nationaal Leger kan leveren om de rust in de dorpen terug te brengen. De post van Maripaston, Grasalco, dat terrein, daar zijn er nog militairen. Er is surveillance op de weg samen met de politie. En er zijn daarna gesprekken gevoerd met het clusterteam van ministers, met de president, ook met de inheemse. Er zijn een heleboel dingen al gerealiseerd. Wat ons betreft Defensie is er een gesprek gepland maandag na 12, volgens mij met de FITS. Ja. En dat was een specifieke vraag van FITS. Van hoe kunnen we als Nationaal Leger ondersteunen in de verschillende dorpen om veiligheid te verhogen. Dus wij gaan luisteren en kijken wat de specifieke problemen zijn in de dorpen. En dan kijken hoe we daarop zouden kunnen inspelen. Minister Mathura geeft aan dat veiligheid in de samenleving hoge prioriteit geniet. Samen met andere veiligheidsdiensten worden er surveillances uitgevoerd in de verschillende inheemse dorpen. Het ministerie van Defensie zal er alles aan doen om bescherming te bieden aan de totale gemeenschap. Wat ons betreft is veiligheid een heel groot prioriteit. Openbare orde en veiligheid. Het gaat erom dat burgers in dit land zich veilig moeten voelen. Omdat als zij dat gevoel niet hebben van veiligheid, dan zal ontwikkeling er niet komen, zal rust er niet komen. Dus voor ons is dat een hele hoge prioriteit. En dat proberen we uit te voeren met de middelen die we hebben.